Welkom bij een nieuwe vlog. Ik ga reageren op de vlog van Enzo Knol. Enzo Knol die zit nu even zijn slaapkamertje een beetje in de rest van hem. Dan gaat hij gaat eventjes weg van huis. Met zijn maatje geloof ik. Met zijn maatje. En ik ben met nu met Enzo Knol gaan. Enzo Knol blijft steunen en ik ben ook mooi. Ik ben wel je, beetje je YouTube-collega, maar ja. Ja. Mij gaat ze even klimmen. Als ze op touw gaan ze klimmen van gelukkig maar. Gelukkig maar, dan valt ze niet hard. Je moet dus heel goed al die steuntjes kunnen zetten. Maar soms heb je zo'n klein blokje dat je moet op zetten. Als je naar die schoen doet, dan dubbel. Ja, precies. Dus je kijkt zo'n schoentje met zo'n neusje zo. Ik vind het wel lachen is wel goed zo leuk. Daar gaat het ook echt voor leuk voor. Ja, tuurlijk. Ja, ik had hem een tijd niet gesproken en in één keer spreek ik hem en heeft hij weer een schoentje. Ho, we gaan mijn schoentjes gooien hoor. Talkpoeder? Zo. Maar die neemt toch niet mee met klimmen? Jawel. Dan moet je met je handen mee met houden. Maar doe je die op je heup of zo? Nee, deze doen we gewoon los. Kijk. Wow. Wat is dat? Wat grap, ja. Ja, ik ben benieuwd. Wat een hoop broer hoor. Ik heb een hoop broer. Dit is best nieuw. Ik ben helemaal wit. Maar dat doe je toch niet op je heup zo? Nee, nou, je hebt er een afspraak om je heup. Dat je zo op je rug hebt. Ja, dat zie ik wel eens met echt hele grote bergen. Ja. Nee, wij zetten hem gewoon neer en dan kunnen we voor aan een route doen. Ja. Dan kunnen we zo een beetje voeden op onze handen. Ze hebben een beetje ook klimmen. Ach god, het is nog zo'n vies hoor. En het is nog zo'n vies. Ja? Ik ben zo benieuwd. Ik heb nog nooit eerder op een serieuze manier gedaan bij zo'n baan. Dat was gewoon voor de geinige premieren. Ja. Maar nog nooit zo serieus. Gaat het bijvoorbeeld doen? Ja, dat weet ik. Ja, dat ook. Ja, is wel fris hoor. Maar dit is dus zo'n muur. Ja. En dat heb je dan binnen. En ja, het enige stomme wat ik hiervan vind, is dat je het nooit goed kan laten zien op beeld hoe moeilijk het is. Nee, precies. Ja, ik dacht dus de eerste keer, ik vind mezelf... Dat dacht ik ook aan. Dat je nooit je beeld kan laten zien hoe moeilijk het is om te klimmen. Ik heb een maatje met snor, die overigens niet in de tuin. Papa. Maar die is er heel zit er toen nog steeds met letten die twee en zo. Over wat te gaan doen. Zo goed te doen. Ik ga het dan ook wel. Ik ga erin hangen, ik ga zo hangen zo. Ploek, en ik klik er zo uit. Maar hoe dan? Ja, het gaat gewoon om die knijpkracht. Ja, maar kijk, je hebt sterke handen. Ik denk dat je een heel eind kan komen. Ik heb vloghanden. Precies, het is best wel zacht. Geen heel maatje over de camera. Ja, dat is waar. Vingertjes die zijn rustig. Ja. Maar we beginnen heel licht. Geconcentreerd een beetje, maar ik reageer op de Enzo Knol zijn vlog. En ik ben nu een beetje geconcentreerd bezig. Dat kan, maar dat is hier in dit geval 10, dus dat is de allermoeilijkste. En je hebt geen rood. Maar het kan ook een keer dat 10 is. Daar zijn 10 en 6. Maar waar is het klimaat voor jou? Want jij loopt zo. Daniel die zei: ik neem iemand anders mee, die heeft ook nog nooit gedaan. Ja, een paar keer, 3 keer of zo. Oh, oké. Dus het is niet. Ik ben benieuwd. Weet je wat mij echt heel erg leuk lijkt? Dat als jij zeg maar gewoon laat zien wat er goed leuk begint, ja, doe ik dat na. Ja. En dan ja, gaan we op. Maar wel een goed idee van Enzo Knol. Dat hij is beginnen en heeft ook gewoon na. Slim plan. We beginnen met 1. Heel belangrijk is om even goed de vingers warm te maken. Dus we doen eerst even 1, 2, 3. Vingers warm te maken, vingers hele warm. Vingers warm maken. Vingers warm maken doen we dan. Als je een 5 kan halen vandaag, ben ik trots. Ben ik ook trots hoor, als ik nog een 5 kan halen. Maar voor nu hebben we finish opwarmen voor de nummer 1. En met deze schoenen schat wel je sok aanhouden. 10.000 mensen. Peace teken. Zou ook naar Enzo Knol. Peace teken voor jou. Ik wou net zeggen, een beetje de bowling area van de schoenen. Alleen dan nu voor het bolderen, zei je? Ja, bolderen. Oké, cool. Maatje 46, één groter dan wat ik normaal heb. Ja, je moet even kijken. Ze moeten best wel een beetje strak zitten. Oké. Ik heb dus anderhalve maat klein. Ik heb ze niet comfortabel. Nee, ik heb ze zo klein dat mijn voeten dus een beetje zo zitten. Hè? Kijk, in mij staat ook in een haartje. Ja. Hij heeft het klein dat je voet een beetje op de vingers zit. Dat zei hij net. Ja, 100%. Oh ja, nee,
Dit is een beetje touwpoeder. Dan heb je een beetje geel volgens mij. Hier, witte handen. Nu kunnen we klimmen. In ieder geval deze. Twee dingen. Oké, dus deze olifantenoor is het begin. Ja, de witte. Ja, maar het kan ook twee witte. Als hier een witte zit, hier een witte. Dan heb je meer grip met die. Ik denk dat ze meer grip met. Dat is gelijk uitglijden. Ik denk dat dan. En we gaan even die roze aanraken. Oh, hij gaat wel slim om. Ik heb ongelukkig. Ik ben blij dat ik hoog gevreten heb, dat ik dat niet doe. Heb je gewonnen? Oké, dit springen dat mag eigenlijk niet, maar dat doe je wel. Dat mag wel, maar eigen risico, hè? Eigen risico is voor springen. En als je gaat springen, nee, dan heb je eigen risico. En ook je eigen risico als je been breekt. Ja, op je eigen risico mag je springen. Deze is easy. Ja, andere hand erbij. Ja, man. Ja. Level 1, hun lacht. Deze kroon schommelt. Op zijn eigen schoon natuurlijk. Dan gaat die meneer. Ja, ja. Ja, we moeten ook goed opwarmen. Echt zorgen dat we goed warme handen hebben. En dames en heren, goed opwarmen, we zijn nu bij een zwarte 2. En daar moet je beginnen. Ja, ik zo. Ze maken allemaal grapjes. Oh, inderdaad, ja. Voor dat is geen eens grap. Oké, dus met twee handen weer aan die. Okay, de voeten moet je dus heel veel gebruiken, zegt Daniel. Ja, dat is de voetjes niet heel veel gebruiken voor het klimmen. Dan ook helemaal omhoog. Dan gaat hij naar beneden springen, dan gaat hij in zijn knol. Je gaat omhoog klimmen. Je de hand eentje hoog doen. En dan je voeten inderdaad bijplaatsen. Dat was hem alweer. Ja, nou. Gek, hè, met die gaatjes. Helemaal oprecht, deze was nice. 2 unlocked. We staan nu bij nummer 3. Oh, nou staat nummer 3. Voor mijn outfitje. Voor zijn outfitje. Dus ook de blauwe 3. Aan de blauwe 3. Dit is wat technisch, zeg jij. Die blauwe kan echt verbeest. Ja, dus hier ga je voeten. Maar kijk, bij die paarse zie je bijvoorbeeld die lipjes waar je aan vast moet houden. Maar waar moet je bij die blauwe beginnen? Ik denk dat dat blauwe lipje eraf is geflikkerd. Dus ik denk dat het deze is. Ah, daar zie je ook de meeste poeder meteen. Ja, en dit noemen ze een sloper. Deze is wat. Zo moet ze jou ook wel eens. De sloper. Of de sloopkogel. Of de man die voor de hond wegrent als hij vuilniszakken wegbrengt naar de sloop. Oh mijn god. Nou, ik zou zeggen, doe hem gewoon en kijk of ik kan kopiëren. Maar ik moet zeggen, bijvoorbeeld met schaatsen, dat is wel echt mijn ding. Ik kan best wel goed kopiëren, moet ik zeggen. Dus ik ben benieuwd of ik hem een beetje kan kopiëren. Je ziet wel die rug van Daniel, dat zijn wel spiertjes. Maar je mag die dus ook weer gebruiken, die bruine. Oh, deze is zo. Hij zit gewoon volledig aan zijn arm weg te hangen. Ja, deze ziet er wel pittig uit. En nou gaat deze knol. Ik weet niet of ze al net, maar zo vond ik hem makkelijk. Ik ben benieuwd of je deze één poging. Ik ben benieuwd dat deze knol het ook kan. Ja, ja, je moet net als hij. Ja, nu voelt hij beter. Ja. Zo. Ja, goed zo. Een beetje naar links leunen. Rechter voet op de bruine blok. Ja, bruine blok mag gebruiken. Voor. Ja, gast, heel nice. Rechter voet op de bruine blok. Linkervoet of kleine hondje? Ja, die... ja, andere hand erbij. Kom maar dan. Applaus voor Knol. Super, super. Dit was echt moeilijk, man. Knol heeft het goed gedaan, dokkertje. Trots op jou. Nummer 3, unlocked. Nummer 3 heeft je in de ticket. Dit is hele technisch eigenlijk. Nummer 3 heeft je in de pocket. Ja, dat bedoel ik dus. Dat ziet er waarschijnlijk veel helemaal niet door je tijd. Wat doe jij in de D, dacht ik.
snap ik. Dit is de regel dat ik daarvoor moet. Nee, dat snap ik wel. Kom, hard omhoog. Ja, nice. Hard. Een hand erbij, daar zit hij in met Klimmer die man daar. Jouw favoriete getal? Deze moet lukken. We staan hier nu op nummertje 4 die ik zelf heb uitgekozen. Nou ja, dat is al het spin, maar die pak zo. Zo moeilijk. Ja, als jij hem niet kan, dan hoef ik hem niet te doen, hè? Zo maat, even serieus. Je moet gewoon slingeren hier. Kijk dan. Maar doe hem dan eens als je wil. Daar komt ie. Kijk dan even. Oké, die bruine die mag je dus wederom weer gebruiken, hè? Dat hoort gewoon zo. Dat heet de module, zegt Daniel. Vertrouwen hem op. Zo, maar dit is al wel zwaar hoor. Oh, de shuttle mag je blijft ook gebruiken, want hij heeft best wel shuttle. Zo, lekker hoor Daniel. Oh, dat was hem. Dat was hem volgens mij. Nee, dat was hem. Helemaal naar boven, jongen! Dat was hem, die! Maar hij raakte die aan, het was die! Ik dacht dat het was! Dan gaan we nog een keer doen, want hij dacht dat hij er al was. Hij heeft wel heel veel kracht, geeft hij hoor. Hij heeft wel heel veel kracht, geeft hij. Echt pittig, ja. Nooit gelijk, echt pittig. Ja, en dan de bovenste? Naar boven, ja. Ja, lekker maat. Zie, hij heeft het toch gehaald. Dat is wel heel flink. Ja. Lekker maat, hele goeie. Zo goed ophouden? Ja, nee. Je ging te snel, man. Ja. Dus de kanon die lukt hem niet helemaal. Dat snap ik wel. Dat is ook heel erg lastig. Nou, we niet weten. Dan gaat die meneer te proberen. Kijk, als hij hem wel lukt, hem lukt het ook niet. Echt. Oh, jammer dat ik hier niet op had. Maar hij maakt een zieke feest met ons op de grond. Kom op, hè. Kom op, Bart. Kom op, Bart. Zo, kijk, toch aan Bart even aan, toch een Bart moet ook wel opgezond. Nee, Bart lukt het ook niet. Het is heel moeilijk hoor, dat vind ik. Ik heb het echt nog gelijk. Oké, okay, dan gaat Daniel, dames en heren. Nummertje 4, dus dat is de groene. Die gaan we nu doen. En deze is waarschijnlijk wel doable. En dit is dus een hele andere soort 4, maar ook een 4. En een 4 is een 4, vinden wij. Dus dan gaat Daniel, het ziet er een beetje gek uit, maar... Je hebt maar een heel klein stukje balans wat je kan houden. Want deze loopt wel een beetje af, deze man, naar die kant toe. Maar dat is niet dat je denkt, het is nee, zo. Nee, ik denk dat het zo een loopt. Zo. Dus het is best wel plakken tegen de muur. Schuin. Hij gaat weer naar beneden springen hoor. Okay, dan gaat hij een sprong proberen. Ja. Zeker. Kom op, maat. Je staat verkeerd, hè? Dan had ik diezelfde. Nee, is wel. Lukt hem ook niet, hè? Hij heeft wel geprobeerd. Dat vind ik wel heel flink van hem te knallen. Daniel gaat nog een keertje die houdt maar niet op. Want die heeft ook dit wel vaker volgens mij gedaan. Ze hebben echt lekker lol met elkaar. Dat gaat om lekker lol hebben. Lekker lol hebben met elkaar. Zijn met een klimhaal zijn ze. Oh, echt, man. Dat lach je ook. Let's go, Bart. Ik moet Bart een man proberen. 100 euro is. 100 euro, als je niet altijd te genoeg bent, dan slaat het wel. Echt, hij gaat het wel proberen. Hij heeft het wel geprobeerd. Dat lijkt me ook heel erg. Ik snap niet dat dit is ook heel erg moeilijk. Dat lukt hem niet. Lukt hem niet te snel. Kom op. Ja, nice. Pas, dit is het verste tot nu toe. Ja. Vers? Ja, pak je spring. Ja, ga hem goed halen. Ja. Anna? Ja, gast. Oh, woehoe, applaus voor het knal.
heb het gehaald. Een applausje voor Hens Knol, hoor. Applausje voor Hens Knol. Ik heb een applaus voor Hens Knol gedaan, hoor. Dan ben je naar je rechtervoet. Dat is gewoon opleiden. Hij is nu weer in handen. Ho, Hens Knol. Niet loslaten. Niet loslaten. Ik zie zo een beetje tussen kan klimmen. Ja, lekker gast. Nice. En nu gewoon je rechtervoet op in die hol. Dat lukt wel. Ja, nice. Hens Knol springt gelijk weer naar boep, naar beneden. Hij is al helemaal in de deuk, helemaal stuk gaat hij op zichzelf. Ik kan echt niet meer bijkomen volgens mij. Oké, let's go. Nou, dan gaat Hens Knol weer. Ja, je rechtervoet op dat kleine hol. Ja, goed zo Hens Knol. Je kan het wel. Ja, goed zo. En goed zo, Knol. En zo, Knol. En zo, Knol. En zo, Knol. Goed zo, Enzo Knol. Toppie! Toppertje. Je kan het wel. Dat zie ik toch dat je kan. Ik hoop dat je het leuk vond dat ik gereageerd heb op de vlog van Enzo Knol. Vergeet niet te abonneren en te liken mijn YouTube-kanaal. Doei, peace!